Thank you.
Engerings Marie van start gegaan met Redondo richting Hindernis 1. Bart Patijn is inmiddels foutloos doorgekomen bij de koffer op weg naar de waterrit. Was ie, mooi doorheen gekomen door die watersprong van Bart Patijs en Yazaro van de Loma. We kijken wie daar nu bergaf gaat. Jawel, dat gaat keurig voor Sophie Dame. Springt ze mooi naar beneden en kan ze ondanks de moeilijke start toch verder zetten. Wat vind je dat helemaal zwaar worden of gewoon binnen rijden? Ze heeft geen andere hoeden. Bon, désolé que ça bouge, mais j'ai une saloperie d'araignée qui me grimpe dans le cou. Opnieuw probleempjes voor Sophie Dane zonder veel ergs. Accent heeft het allemaal nog niet zo goed. Jullie hebben het hebben, Sophie. Ze wordt nu bijgebeten door Dirk Stakke. Sophie Dane zal even in de plaats maken voor Dirk Stakke. Ondertussen de laatste hinder is genomen. Dirk Stakke, die zit wel in de tweede ritme. Die gaat er wel van de grond overheen. Je hebt een tijd van 7 minuten en 15 seconden. Allemaal zeer goed. En die komt alsmaar dichter en dichter bij de boerderij. Ondertussen van start gegaan, heuvelen François met Lamira. Dirk Stakke in volle vaart richting de boerderij. Hier komt hij dichter en dichter, Dirk Stakke. Het gemeentehuis van Merksplas is ook goed verteerd door Dirk Stakke. Alleen voor Dirk. ...221, Egerks Marie, foutloos gemeld op hindernis 10. Dirk Stakke naar de watercombinatie aan. Watercombinatie voor Dirk Stakke. De insprong is alvast zeer mooi. En nu terug uit het water. Geen enkel probleem, met de nodige aanmoedigingen lukt het allemaal voor Dirk Stakke. De luistercombinatie van de klasse ligt van start gegaan, nummer 223, Herman van Giel uit Geeltenaar met Fabian over hindernis 1 richting hindernis 2. En met Marie Egerich zijn we inmiddels de trakener gepasseerd. Die komt alsmaar dichter en dichter terug in beeld, Marie Egerich. Ik heb heel vast geen enkel fout van hieruit kunnen bemerken. Ondertussen de laatste hindernis. Dirk Stakke richting finish, finished in de tijd van 6 minuten en 31 seconden. Je crois qu'il a dit que t'étais toujours vivante en fait. C'est tout ce que j'ai. En de laatste in deze klasse ligt is inmiddels van start gegaan. Foutloos gemeld, hindernis nummer 2. En hier krijgen we aan de boerderij Marie E. Graag een oproep aan de crossbouwers. De laatste combinatie van de klasse licht is van start gegaan. Gemeentehuis zeer mooi gewonnen. Bon, vrai dire, toi, je crois qu'il a de l'aide dedans. Je vais avoir un gros plan, c'est quand même pas terrible. Parcoursbouwers mogen de cross dus aanpassen voor de klasse middag. Na het passeren van het nummer 223. Bien Freddy, bien joué. Met Marie Engeriksen gaan we goed over de Coffin. En Herman van Giel, die zien we inmiddels mooi aan het werken. Los. Je t'as vu le temps que tu mets pour passer derrière un arbre, lui. Franchement. Toi, l'arbre pas gros. Hein. Marie Engeriksen op weg naar de watercombinatie. Dat ik daar kort door. Herman van Giel die zie ik volgens mij helemaal goed doorkomen bij hindernis nummer. Maar
up from my home tonight. Guess I lost my way. Je moet wel even ver koekoe aan kant u pas. En plus, c'est de la country, c'est quand même bien quand tu passes. C'est pas moi qui l'ai demandé, je te le promets. Zien wij aankomen richting de finish, nummer 221, Marie Eggerichs. Richting die laatste hindernis, geen enkel probleem, komt richting de finish. En een tappa comme ça, il a bien réussi, tu frappes dessus, c'est un peu. Je sais pas, j'ai oublié 20 secondes, j'ai pas compris combien de minutes. Gaat Falcons hier over het gemeentehuis. Dat is inmiddels al een tijdje geleden, want hij speelt nu Falcons over de torens. Mooi, ja, tout de suite, hè. Nog een halve minuut en het licht springt op groen voor Karin Dankes. Hindernis, jury's, let goed op. Ze dienen de blauwe bordjes te volgen. Aan de start zien we Eggerichs Marie. En we krijgen de start van Karin Dankes. Beste mensen, we zijn eraan begonnen hier in het zonnige Merksplas. Met Hamilton is ze van start gegaan over hindernis nummer 1 met de twee vingers in de neus voor Karin Dankes op weg naar hindernis 2. En hindernis 2, dat doet ze natuurlijk ook heel keurig. Goeie vertrek van Karin Dankes en Hamilton voor minder oud. Op weg naar hindernis nummer 3 met Karin Dankes. Karin Dankes, hindernis, die springt ze van de dreef terug op het weiland hier op de kolonie van Merksplas, hindernis 3. Geen enkel probleem. Laat ze het allemaal foutloos doen in het begin van haar cross. Karin Dankes, een foutloos omhoog voor Eggerichs Marie, binnen de tijd.